Nu ontdek je plekje. Aanstaande zondag kunt u wandelen en puzzelen in Dalfsen. Nu kunt u alvast kijken naar de opname die Joop Scheltens daar maakte. De routebeschrijving voor de wandeling ligt zondag vanaf 12 uur klaar op het VVV-kantoor in Dalfsen aan de Prinsenstraat 35. Deze visser zit aan de boorden van de Overijsselse Vecht. Dat is deze stroom die kronkelend door Salland gaat. Een zeer schilderachtig land, dat Salland. Deze sluiswachter draait aan een hendel die langzaam de sluisdeuren openzet. Niet half, maar helemaal. En vlak erbij, dit is het wonder boven wonder, is deze vistrap waarin vissen tegen de stroom in omhoog springen, vlak naast de sluis. En langs de rivier staan dit soort 17e-eeuwse huisjes met een bankje ervoor en boven de ramen het door elkaar gevlecht van bakstenen met een oppassend kopje in het midden. En het is natuurlijk wel waar dat een schipper van alles meenemen kan voor het gemak. Het kost hem niks en hij komt nog eens ergens. Fietsen en een grote boot op zijn kop en een kleinere hangend boven het grote roer. Dit is de molen van de plaats waar we eigenlijk moesten wezen, Dalfsen, met een grote molen die staat op een ruime hoekplaats van het dorp. Kijk, hij draait langzaam, langzaam maar zeker. De Westermolen heet hij, een stoere korenstellingmolen met een huid van riet en een stenen onderbouw en een houten innerlijk. Hij is een echte molen met wieken die langzaam gaan in de hoogzomer, draaiend voor de prins of vol in bedrijf. Deze bloemen bedekken bijna de hele gevel van deze voormalige rosmolen. Een echte molen zonder wieken, maar met een groot maalmechanisme getrokken door een eenzaam paard dat alsmaar in de rondte liep. Gelukkig is het nu het kantoor van de VVV. Daar houden ze van deze geschiedenis en van het houtsnijwerk in het raam boven de deur. Heel leuk, met trosjes druiven eraan. Kijk maar goed. De kerktoren van Dalfsen doet al zoveel moeite de aandacht te krijgen en het lukt hem zo te zien. Hij is het waard. Het is een mooie, eenvoudige toren van gotische snit die een benedenstuk heeft met een nis waarin de heilige Cyriacus, patroon van de parochie, een soldaat die christen werd. De kerk is gebouwd in etappes op de fundamenten van een oudere kerk die al gebouwd was in de 12e eeuw.
Binnen in de kerk ziet u wel een 19e eeuws orgel dat eruit ziet zoals kerkorgels eruit moeten zien, maar waar we voor kwamen was de kapel met het marmeren grafmonument van Johan Zeger van Rechteren en zijn vrouw Agnes Sophia van Raasveld. Zij zijn opgevolgd door de graven van Rechteren Limpurg, die zich al eeuwenlang naar het slot zijn gaan noemen van Rechteren, en zo is het gebleven tot op de huidige dag. En de adellijke familie heeft zich op hetzelfde hoge niveau gehandhaafd, al die eeuwenlang. Deftig en bekoorlijk is het huis Den Berg, een edelmanshuis uit het begin van de 18e eeuw en helemaal passend in de entourage van het dorp. Het heeft een prachtig voorplein met ruime bouwhuizen. En het huis zelf is helemaal bijzonder met boven in de gevel het wapen van Van Deden en van Van Delen, die u hierbij van dichtbij te zien krijgt. Ofschoon het opschrift 1705 pas in 1900 is aangebracht. Het huis Den Berg ligt rondom in het water en dat is nog precies zoals het oude middeleeuwse huis eruit zag. Aan de achterzijde is een driezijdig uitgebouwde kamer gebouwd met een klein open torentje van waaruit je dan een prachtig uitzicht moet hebben op het omgevende landschap, nu met een kudde schapen op een zeer groot veld, omgeven door hoge bomen. Tussen de bomen staan boerderijen, die horen bij een kasteel en die er ook uitzien als boerderijen. Iets anders kan het gewoon niet zijn. Ook de kat niet, met haar jong die ons helemaal niet ziet. Moeder des te meer. De luiken van de boerderijen geven al aan dat ze ergens bij horen. Alle boerderijen hebben dat. Al heel lang, al sinds 1849 in dit geval. Onder zeer hoge bomen staan ze, twee boerderijen. Een schuur met een groen bemost dak, zoals het hoort bij zulke langsdeelboerderijen. Aalshorst staat aan de zuidzijde van de Vecht en behoort sinds lang tot de bezittingen van het geslacht Van Deden. Het heeft een prachtige klassieke tuin met twee bouwhuizen aan weerszijden die uit dezelfde tijd dateren als het grote herenhuis, namelijk 1720. Het huis heeft ramen met luiken en een wit geschilderd zitje voor het huis in de zon. Het is er heel genoeglijk en dat vindt deze tuinkabouter ook, al trekt hij er een wat treurig gezicht bij. Dan zie je de half opgerolde bladeren van de waterlelies die een wat plomp verloren gezicht geven aan dit water dat helemaal is volgegroeid met nog veel meer waterlelies.
erg mooi en erg rustig in de streek die nog aan de adel toebehoort. Bij Dalfsen in Overijssel.